Zie er zwak uit als je sterk bent en sterk als je zwak bent. Als je de vijand kent en jezelf kent, hoef je niet bang te zijn voor de resultaten van 100 veldslagen. Laat je plannen donker en ondoordringbaar zijn als de nacht en als je beweegt vallen als de bliksem. Te midden van de chaos zijn er ook kansen. Zegevierende krijgers winnen eerst en gaan dan ten strijde, terwijl verslagen krijgers eerst ten strijde trekken en dan proberen te winnen. Om je vijand te kennen moet je je vijand worden. Er is geen voorbeeld van een natie die profiteert van een langdurige oorlog. Behandel je mannen zoals je je eigen geliefde kinderen zou behandelen en zij zullen je volgen naar de diepste vallei. Beweeg snel als de wind en blijf dichtbij als hout, val aan als vuur en wees stil als de berg. Kansen vermenigvuldigen zich wanneer ze worden benut. Er zijn niet meer dan 5 muzieknoten, maar combinaties van deze 5 geven aanleiding tot meer melodieën dan er gehoord kunnen worden. Als de vijand ontspannen is, laat ze werken als ze vol zijn, laat ze verhongeren als ze gezetteld zijn, laat ze in beweging komen. Wie wil vechten, moet eerst de kosten berekenen. Ken jezelf en je zult elke strijd winnen. Het winnen van 100 overwinningen in 100 gevechten is niet het toppunt van vaardigheid. Het winnen van de vijand zonder te vechten is het toppunt van vaardigheid. Bouw voor je tegenstander een gouden brug om zich terug te trekken. Wees extreem subtiel, zelfs tot op het punt van de vorm. Wees extreem mysterieus tot op het punt van stilte, zodat jij de regisseur kunt zijn van het lot van je tegenstander. Het hele geheim ligt in het in verwarring brengen van de vijand, zodat hij onze ware bedoeling niet kan begrijpen. Wat de ouden een intelligente vechter noemden, is iemand die niet alleen wint, maar ook uitblinkt in winnen met gemak. Stimuleer hem en leer het principe van zijn activiteit of inactiviteit en dwing hem zichzelf te onthullen om zijn kwetsbare punten te ontdekken. De gevechtsspecialist beweegt de vijand en wordt niet door hem bewogen. Aanval is het geheim van verdediging. Verdediging plant een aanval. Met kleine krachten kunnen grote resultaten worden bereikt. Als u zowel uw vijand als uzelf negeert, zult u zeker in gevaar verloren. Beweeg niet tenzij u een voordeel ziet. Gebruik uw troepen niet tenzij er iets te verwinnen is. Vecht niet tenzij de positie kritiek is. De wielen van recht slijpen langzaam maar malen fijn. Het is gemakkelijk om van je vriend te houden, maar soms is de hardste les om te leren van je vijand te houden. Als je krachten verenigd zijn, scheid ze dan. Vertrouw geen man die niets te verliezen heeft. Plan wat moeilijk is, terwijl het gemakkelijk is. Doen wat groot is als het klein is. Als hij overal versterking zendt, zal hij overal zwak zijn. Wees waar uw vijand niet is. Een vijand is een vriend die te veel over je weet. Wanorde komt voort uit orde. Angst komt voort uit moed. Zwakte komt uit kracht. Als je vriend de vriend van je vijand is, betekent dat je niet met die vriend moet associëren. Pas op voor de suiker die met vergift wordt vermengd. Pas op voor de vlieg die op een dode slang landt. Degenen die het kwade van de oorlog niet kennen, kunnen de voordelen ervan dus niet op waarde schatten. Net zoals water geen constante vorm behoudt, zijn er in oorlog geen constante voorwaarden. Een leider leidt door het voorbeeld, niet door geweld. Degenen die weten hoe om te gaan met zowel superieure als inferieure krachten zullen winnen. Bij het uitvoeren van tactische afspraken is de grootste hoogte die kan worden bereikt ze te verbergen. Strategie zonder tactiek is de langzaamste route naar overwinning. Tactiek zonder strategie is lawaai voor de nederlaag. Gevangen soldaten moeten vriendelijk worden behandeld en houden. Het is niet nodig om de vijand te vernietigen, alleen het is noodzakelijk om hun wil om in te werken te vernietigen. Elk dier met bloed in de aderen en hoornen op het hoofd zal vechten wanneer het wordt ARNGEVAL. Vertrouw nooit een vriend die zwijgt over zijn fouten.